Maar toen dacht ik, dat is interessant. Dus ik ben eens gaan googlen en daar vind ik natuurlijk alle toch een goede informatie terug. En toen bleek dat het ministerie is opgericht, onder andere, begon heel klein, het breidde wat uit. En uiteindelijk is VWS, zoals we nu rond de tafel zitten, is daaruit voortgekomen. Is opgericht om een soort beleidsmatig meer ontwikkeling te creëren van maatschappelijk werk in Nederland. En dan ging het over de immateriële en de materiële hulpverlening. Er lagen ook nog alle taken richting Indonesië, over Ambon, en het ging over de watersnoodramp, die is toen uiteindelijk uitgestuurd, hulpverlening vanuit dat ministerie. Maar de oorsprong lag hem toch om te kijken hoe kunnen we, en ik zeg het in mijn eigen woorden, misschien is dat niet helemaal correct, maar toch het maatschappelijk werk in Nederland wat meer gaan professionaliseren. Dat was toen, op dat moment, stevig verankerd in garitatieve instellingen en kerkelijke organisaties. Daarmee liet de overheid op dat moment ook de lijn zien dat ze zegt van god, mensen die zichzelf niet kunnen dragen, daar moeten we toch misschien op een andere manier mee omgaan en daar toch wat meer steun in gaan organiseren. Nou, we zijn 61 jaar verder. En dan krijg je de neiging om eens naar zo'n pendule te kijken, met zo'n slinger. En die slinger die dan zegt van een overheid die zegt we moeten wat meer gaan professionaliseren, dat veld willen we ook beleidsmatig wat meer gaan aansturen. En intussen in de jaren is er nog gebeurd. ABBZ is gekomen. De armoedewet is verdwenen. Er is uiteindelijk de bijstandswet uit voortgekomen. AOW is in voortgekomen. ABBZ was iets later. En nu zitten we in 2013. Nu zitten we op het moment dat we zeggen, ja, wordt het niet tijd dat we wat gaan deprofessionaliseren? Wordt het weer niet tijd dat we die burger, die zichzelf toen slecht kon dragen, wat meer gaan uitdagen? Dat zichzelf wat meer gaan dragen. En die discussie zitten we op dit moment middenin. Een belangrijke discussie. Want die is weer bepalend, misschien wel voor de komende 60 jaar, hoe ons zorg- en welzijnsveld eruit gaat zien. Nu zitten we hier vanuit de koepel voor Memorade. We hebben net de algemene ledenvergadering hiervoor. En een belangrijk thema blijft daarbij, hoe kunnen we de burger dan ook in positie brengen om zijn rol op te pakken. Nou, de WMO-wet, die ligt bij de Raad van State, of een stuk van de Raad van State, en die zal begin volgend jaar in de Tweede Kamer komen en in de Eerste Kamer komen. Er ligt natuurlijk deze week nog een klein hobbeltje met de VNG. Als je dat in de grootste tijdsbeeld pakt, is dat maar echt een klein hobbeltje. Dat helpt misschien. Hoe gaan we die burger positie geven? In de wet staat iets over een keukentafelgesprek. Daar moet je dus die dialoog met elkaar voeren. Maar dan gaat het over die zorgvragen of ondersteunende vraagstellende burger die dan iets graag wil van de overheid waar je dan een dialoog met elkaar aan gaat. In de wet staat ook iets dat die burger in beleidsmatig opzicht in positie moet worden gebracht. Dat vinden we van belang. Dat vinden we belangrijk. Dat vindt de staatssecretaris belangrijk. Dat vindt de VNG belangrijk. Dat vinden de gemeentes van belang. Maar hoe gaan we dat doen? En er is geen blauwdruk voor. Maar hoe gaan we dat op een of andere manier verankeren? Dat is volgens mij een uitdaging waar wij als koepel voor WMO-raden, als vereniging, een zoektocht in aan het ingaan zijn om daar te kijken hoe we daaruit willen komen. Meneer Van Rijn, ik heb voldoende gesproken. Ik wou graag u het woord geven, zodat u de tweede Arnie van Leeuwenlezing kunt uitspreken. Na uw lezing zal er onder verantwoordelijkheid van de hoofdredacteur van het WMO-magazine, Stan Verhaar, zal er een debat plaatsvinden. Maar voordat het debat plaatsvindt, zal ik mevrouw van Leeuwen toch om een reactie vragen. Als ik dat niet doe, dan gebeurt het ook. Meneer staatssecretaris, graag aan u zult. Dank u wel, dames en heren. Het is natuurlijk in eerste plaats voor mij een eer om hier te mogen spreken op de tweede Annie van Leeuwenlezing. Ik heb in mijn verleden als Rijksambtenaar ook wel veel te maken gekregen met mevrouw van Leeuwen. Ik mag geloof ik Annie zeggen als ambtenaar, waarin wij misschien moet ik wel zeggen samen de discussie voerden over de invoering van de nieuwe zorgverzekeringswet. En ja, dan, als je dat hebt meegemaakt, dan kun je wel veel meemaken, denk ik. Dus
in die zin. een grote eer hier nu ook u, jij al een beetje te mogen toespreken. En het is ook een heel mooi onderwerp, burgerparticipatie, de mens in zijn en haar omgeving. Burgerparticipatie lijkt wel een nieuw begrip te worden. Het is natuurlijk geen nieuw begrip, maar het lijkt een nieuw woord te worden. Het kan nu ook niet zijn ontgaan. Sinds de troonrede spreken wij over de participatiesamenleving. En tijdens het Ons Taalcongres is onlangs het woord zelfs verkozen tot het woord van het jaar. Dat moet iets met taal te maken hebben, maar het moet ook iets met het begrip zelf te maken hebben, denk ik. En ik neem vanmiddag dan inderdaad maar de kans om over burgerparticipatie, participatiesamenleving te spreken. Omdat het eigenlijk een hele mooie titel is. Het is een goed gekozen titel. Want ik denk dat we misschien wel meer en meer ontdekken en begrijpen dat we bij het organiseren van zorg en ondersteuning steeds meer moeten kijken naar niet alleen maar de mens en zijn gebrek, maar ook vooral naar hoe de mens leeft, woont, werkt in die samenleving. Omdat die samenleving dus van belang is om te beschouwen bij het goed organiseren van zorg en ondersteuning. En ik denk eigenlijk dat zo'n begrip participatiesamenleving, de mens of zijn of haar omgeving in de samenleving heel goed te illustreren is aan de hand van de hervorming in de langdurige zorg waar we nu zo uitgebreid over discussiëren. Dus dat wil ik ook maar doen. Want wij praten over de toekomst van de langdurige zorg in een veranderende samenleving. De toekomst van de langdurige zorg, met een langdurige zorg, waarin we in de loop van de decennia trots op zijn geworden, waarin we de komende decennia ook trots op willen blijven. Waarin veel mensen uit Europa, uit de wereld komen kijken hoe we dat in Nederland georganiseerd hebben in een vergrijzende samenleving. En mij staat voor ogen dat we drie belangrijke drijfveren hebben om na te denken over de hervorming van de langdurige zorg. Waarom we echt ook veranderingen in die langdurige zorg met elkaar moeten bespreken en doorvoeren. En de eerste drijfveer is kwaliteit. Als je mensen vraagt hoe zij tegen hun oude dag aankijken, dan hoor je heel veel zeggen: ik wil het liefst zo zelfstandig mogelijk blijven. Ik wil het liefst in mijn eigen omgeving blijven en kan het zijn niet eenzaam. En dan moet je je afvragen, dat is anders dan vroeger. Ik herinner me nog dat ik discussies heb met mijn grootmoeder over de vraag of zij zich op haar 55ste ging inschrijven in een verzorgingshuis. Want daar was het een beetje luxe dan thuis. Daar was centrale verwarming. Daar werd je verzorgd. Daar was het misschien ook in de omgeving ook net een beetje beter dan thuis. Want de welvaart thuis was misschien niet zo goed als de collectieve voorziening die toen op gang werd gebracht. Dat is misschien nog wel, nou misschien pas maar 30 jaar geleden. En als we dus moeten nadenken over de vraag hoe we dat dan doen, hoe we dan mensen mogelijk maken om lang thuis te blijven wonen, dan moet je je ook afvragen of dat dan wel zo goed geregeld is eigenlijk in Nederland nu. Met al het geld wat we aan langdurige zorg uitgeven. Of we een hele goed functionerende eerste lijn hebben rondom huisartsen en wijkverpleging die mensen mogelijk maken om dan zo lang mogelijk in die thuissituatie te wonen. Of we wel voldoende rekening houden met de positie van mantelzorgers en vrijwilligers. Of we dat alleen maar kunnen vangen door een indicatie aan te vragen voor het uren zorg, 4,2 uur begeleiding. Maar of dat dan aansluit bij wat mensen nodig hebben. En of dat dan 's ochtends of 's avonds moet. En of dat aansluit bij de echte ondersteuningsvraag. En of je dan voldoende rekening houdt met de mensen die in die omgeving zijn. Ja, dat is maar zeer de vraag. Maar we moeten ook nadenken over de kwaliteit van verzorging en verpleeghuis. Wij geven per persoon per jaar in het verzorging en verpleeghuis ongeveer 60.000 à 70.000 euro per persoon per jaar uit. En dan mag je best afvragen, hoeveel waar krijgen we dat voor het geld? Wordt daar goede zorg verleend? Wordt daar voldoende rekening gehouden met de wensen van mensen die daar verblijven? Wordt er voldoende rekening gehouden met het leven wat zij tot dusver, voordat zij in de instelling kwamen, hebben geleden? Is er een hele harde scheiding tussen de informele zorg waarin je alles een beetje zelf regelt toen je thuis woonde en waarin je bijna niks meer mag regelen als je zorg in de instelling krijgt? Daar zijn al heel veel kwaliteitsslagen gemaakt, maar het is denk ik heel goed
om over de kwaliteit van de zorg na te denken in die veranderende samenleving met veranderende wensen en hoe wij tegen onze eigen gebreken en oude dag aankijken. De tweede pijler gaat over de financiële houdbaarheid. Een tweede reden om ook na te denken over de hervorming van langdurige zorg. Natuurlijk een beetje ongemakkelijk, want het gaat ook over bezuinigingen. De AWBZ is ooit begonnen in 1968 met een budget van, ik geloof dat het was, 278 miljoen gulden. Wij geven nu per jaar ongeveer 28 miljard euro uit aan AWBZ zorg. Ik zei al, niks mis mee, zijn we trots op, maar het geeft wel de dure plicht om na te denken of we dat ook vol kunnen houden. En als de groei van de uitgaven van de langdurige zorg elk jaar stijgt met zo'n 4-5% en onze economie houdt dat niet bij, dan gaan we langzaam maar zeker naar een verzomering toe waarvan ik wel weet wat de uiteindkomst daarvan zal zijn, namelijk dat dat alleen straks is weggelegd voor mensen die dat kunnen betalen en niet voor mensen met een smalle beurs. Dus die houdbaarheid van de langdurige zorg is een lastige discussie, is een pijnlijke discussie, maar die houdbaarheid van de AWBZ van de langdurige zorg is echt ook noodzakelijk om trots te kunnen blijven op het systeem van langdurige zorg. En we zitten nu in die situatie dat we in feite ook een dubbel probleem hebben. Want hoe ging dat? De uitgaven voor zorg en de uitgaven van langdurige zorg die stegen elk jaar. En onze economie groeide. En dan had je natuurlijk moeilijke discussies in het kabinet over hoe je dat dan op ging vangen. Maar ja, de economie groeide en de sociale zekerheidsuitgaven vielen mee en de zorguitgaven vielen tegen. En na veel woordjes in het kabinet zei je van, nou ja, dat kunnen we wel weer plooien. Maar als de economische groei minder wordt, of er zelfs sprake is van krimp, dan zie je dat de sociale zekerheidsuitgaven tegenvallen en de zorguitgaven blijven tegenvallen. En dan heb je dus een dubbel probleem. Daar zitten we nu een beetje middenin. We moeten dus kijken naar die houdbaarheidsvraag. En tegelijkertijd breng ik er ook altijd een nuancering aan. Als wij alle plannen die dit kabinet van plan is om uit te voeren op het gebied van langdurige zorg, en als we allemaal onverkort doorgaan, dan geven wij in 2017 ongeveer evenveel uit aan langdurige zorg als we deden in 2012. Als alle plannen slagen, dan zijn we er misschien in geslaagd om de groei van de langdurige zorg af te vlakken. Dat zou een hele belangrijke bijdrage zijn aan de houdbaarheid. Maar laten we niet tegen elkaar zeggen dat we dan naar een heel ander systeem, een heel andere financiering en een heel ander budgetair kader voor de langdurige zorg gaan. Dan nog steeds kunnen we naar de toekomst toe trots zijn op de langdurige zorg. En zullen we overigens nog alle hens aan dek moeten houden om te zorgen dat die langdurige zorg de economie kan blijven bijhouden. En als we in een vergrijzende samenleving geconfronteerd worden met de situatie dat de vraag naar een zwaardere zorg toeneemt, vind ik het niet zo gek dat we in het kader van die houdbaarheid ook de discussie met elkaar voeren of je voor de lichte vorming van ondersteuning, voor de huishoudelijke hulp, voor lichte vormen van begeleiding, kijkt of we iets meer zelf kunnen dragen. Dat is een lastig debat, dat realiseer ik me ook. Maar tegelijkertijd, als we willen dat die zwaardere zorgvraag voor onze ouders en de kinderen van onze ouders nog een goed peil blijft, dan zullen we ook moeten kijken, meer moeten kijken, wat kunnen we zelf. Niet als je dat zelf niet kan, maar wel als je dat zelf kan, moet die discussie gevoerd worden. En dat brengt mij eigenlijk op de derde pijler, om de noodzaak tot verandering. En dan is de vraag, hebben wij nou een betrokken samenleving of niet? Die hervorming van langdurige zorg kan niet los worden gezien van de vraag hoe wij zelf als persoon, als samenleving omgaan met kwetsbare mensen. Gaan wij naar een samenleving waarin wij ook de consequenties overzien en willen accepteren van hoe wij zelf omgaan met kwetsbare mensen, of gaan we naar een samenleving waarin we zeggen, daar hebben we toch premie voor betaald? Is solidariteit, nog financiële solidariteit, door een premie te betalen? Of komt die ook tot uitdrukking in hoe wij zelf als samenleving of als gemeenschap omgaan met kwetsbare mensen? Ik vond een bijzonder voorbeeld, misschien ook wel een gevaarlijk voorbeeld, dat er afgelopen week in de kranten stond dat er een instelling, ik weet niet meer precies waar het was, die hadden bedacht, laten wij nu voor het schoonmaken van een huis zo'n robotzuiger, stofzuiger. Nou ja, dat verhaal. En dat was nogal op verzet gestoken. En ik heb zelfs gevraagd van, leg maar eens uit wat daar nou
wat het probleem nou precies was. En mensen zeiden van ja, er kwam vorige iemand over de vloer. En een beetje doorvraagd van ja, maar nu wordt het huis toch ook schoongemaakt. En het probleem was eigenlijk niet dat huis niet schoongemaakt werd. Het probleem was eenzaamheid. Ja, contact. Zullen we dat dan redden? Zullen we daar dan eens over praten? Zullen we dan eens kijken of het dan gaat om maatschappelijke hulp? Of zullen we eens kijken of het gaat over gemeenschapszin, eenzaamheid en betrokkenheid? Toen ik er voor het eerst bij Paul Witteman zat en begon over, zouden we moeten nadenken over de positie van mantelzorg bij vrijwilligerswerk, kwam er een hele discussie los. En in die krant verscheen het woord van, ja, moet nou de buurman je willen wassen? Of wordt mantelzorg nou verplicht? Natuurlijk niet. Heel veel mensen verlenen nu mantelzorg niet omdat ze dat uit keuze doen, maar omdat ze vaak die keuze helemaal niet hebben. En niet omdat het nou zo leuk is, maar omdat ze ook vaak overbelast zijn. En waarin we dat als voorbeeld kunnen zien van hoe het kan, maar ook wat de problemen daarvan zijn. Ik kom daar straks nog even op terug. Mantelzorg is niet verplicht. Er is een experiment geweest bij de Vierstroom, die een beetje flirtte met het idee van, nou ja, als mensen aan een verpleeghuis zitten, zouden we dan tegen familieleden kunnen zeggen van, kom nou 4 uurtjes per maand ook wat doen. Ze flirten een beetje met het verplicht zijn. Dat is niet doorgevoerd. Ik heb ze gevraagd van, hoe zit dat nu eigenlijk? En ze zeiden tegen mij, er wordt nu gemiddeld 12 uur geleverd door mensen om de cliënt heen. Niet verplicht. Zouden we wat kunnen doen? De instelling openstellen voor meer invloed van buitenaf, meer invloed van mantelzorgers en vrijwilligers, waardoor automatisch een situatie ontstaat waarin die zorg misschien nog beter wordt. Betrokkenheid. We moeten dus nadenken ook over betrokkenheid. En die drie elementen, kwaliteit, het borgen van die financiële houdbaarheid, het bevorderen van meer betrokkenheid, dat zijn voor mij de drijfveren van die noodzakelijke verandering. En ik realiseer me, dat is geen gemakkelijk verhaal. Want één voor één zou gemakkelijker zijn. Het is natuurlijk veel leuker om te praten over de kwaliteit als je dat probleem van die financiële houdbaarheid niet zou hebben. Het is natuurlijk veel leuker om te praten over die betrokkenheid als je niet tegelijkertijd om kwaliteit en financiële houdbaarheid ook bezig moet zijn. Maar het is misschien wel een verklaring voor de discussie die we eigenlijk misschien 10 jaar geleden met elkaar hadden. Van hoe wij de uitgaven, de kwaliteit van de houdbaarheid van de zorg in toekomstperspectief zouden moeten plaatsen. En ik denk dat bij velen het besef heerst dat er inderdaad iets moet gebeuren, maar dat er terecht zegt te gaan. Heel veel discussies over de vraag, wat betekent dat dan? En hoe moet dat dan? En ik wil dat we trots zijn en blijven op het systeem van langdurige zorg en hoe we dat hebben georganiseerd. Maar om dat te zijn, moeten we ook bereid zijn tot verandering. En dan moet je natuurlijk ook vanuit rijkniveau kijken naar de systemen. Het gaat niet om het systeem, maar het gaat om de mensen. Ik kom daar straks nog terug. Maar nu even het systeem. Mij staat een systeem voor ogen waarin we ook hier weer te maken hebben met 3 pijlers. In de eerste plaats zullen we de taken en de middelen, de financiële middelen die met participatie en begeleiding en ondersteuning te maken hebben, bij de gemeente brengen. Waarin we de gemeente die het dichtst bij de mensen staat, die de gemeente ook in de ogen kan kijken, die ook keukentafelgesprekken kan voeren, rekening laten houden met persoonlijke omstandigheden. Hoe mensen wonen. Of er wel of niet mantelzorg is. Of er kinderen zijn die iets kunnen doen of niet. Hoe het met de sociale omgeving er staat. Een overheid, maatwerk door een overheid die zo dicht mogelijk bij die mensen staat. Want juist moet je verschil maken als er verschillen zijn. Als omstandigheden niet gelijk zijn, moet je rekening kunnen houden met die verschillen en met die persoonlijke omstandigheden. En dat is niet het overbrengen van rijkstaken naar de gemeente met minder geld, want dan gaat dat niet werken, maar het misschien wel anders organiseren. Ik heb met vervoerders gesproken die nu allerlei vervoer voor de gemeente regelen, en het busje voor het onderwijsvervoer is rood, en het busje voor het zorgvervoer is wit, en het busje voor het schoolvervoer is zwart. En dat kun je ietsje makkelijker regelen. Je kan participatie en begeleiding misschien beter organiseren. Je kan verbindingen maken tussen welzijn en zorg. Je kan verbindingen maken tussen zorg en participatie. Geen lokale nieuwe bureaucratie, maar een overheid die inderdaad soms aan de keukentafel afspraken kan maken wat de beste ondersteuning is, rekening houdend met jouw persoonlijke omstandigheden. En ik ben ervan overtuigd dat die ontwikkeling van het sociale domein, wat nu nog
in de kinderschoenen staat, een ontwikkeling zal zijn die vergelijkbaar is wat we destijds hebben meegemaakt, bijvoorbeeld met de stadsvernieuwing. Waarin we met elkaar zeiden van ja, de steden en de buurten in onze steden, die moeten opgeknapt worden. Maar dat opknappen kun je niet alleen maar een technische operatie laten zijn, maar moet je ook met de mensen doen die er wonen en die willen wonen. En net zoals de ontwikkeling van het sociale domein een operatie zal zijn die doorgevoerd moet worden, maar die alleen maar in staat valt en kan bewerkstelligen met de mensen die in die stad zitten. En daarom is het zo belangrijk dat bij de ontwikkeling van dat gemeentelijk beleid, van de ontwikkeling van het sociale domein, dat rekening houdt met persoonlijke omstandigheden, steden, wijken en buurten een hele goede cliëntvertegenwoordiging is. Formele WMO-raden die mee kunnen denken over het gemeentelijk beleid, maar ook bij de ontwikkeling van onderdelen van dat beleid. Of horen wat er precies moet gebeuren. Of cliëntondersteuning juist aan die keukentafel. Zodat de countervailing power moeten zijn voor een goed beleid, voor een lokale overheid die niet tegenover maar naast de mensen staat. Die niet tot bureaucratie leidt, maar tot oprechte vragen van hoe kan ik ondersteunen. Natuurlijk ook vragen wat kun je zelf, maar ook de vraag wat kun je ondersteunen. Dat is de nieuwe WMO, die we inderdaad binnenkort naar de Tweede Kamer hopen te sturen voor het einde van het jaar. De tweede aanpassing die we gaan plegen is de aanpassing in de Zorgverzekeringswet. De Zorgverzekeringswet waarin een verzekerd recht is en iedereen verzekerd is van verpleging, verzorging, genezing en behandeling. Wanneer dat nodig is. Misschien wel juist daar, zonder onderscheid met persoons. Zonder rekening te houden met persoonlijke omstandigheden. Want als er wondverzorging moet zijn, of je moet een prik krijgen, of je moet persoonlijk verzorgd worden, of je moet lijfgebonden zorg krijgen, dan is het juist wel misschien wel goed dat dat vanuit de professionele invalshoek gebeurt en niet vanuit de invalshoek van de ondersteuningskant. Daar is heel veel discussie over. De vraag van moet het dan bij de gemeente zitten of moet het bij de zorgverzekeraar zitten. En ik heb al een paar keer gezegd, en ook in andere verhalen, we hebben nu, ik heb om hele praktische redenen, en om hele inhoudelijke redenen gezegd, verpleging en verzorging moet je niet uit elkaar halen. Zo werkt dat niet. Het werkt niet voor patiënten niet en het werkt voor verzorgenden niet. Maar in de seconde daarna moet je natuurlijk gaan praten over hoe die samenwerking tussen gemeente en verzekeraars is. Want mensen zijn niet op te knippen in budgetten. Want mensen zijn niet op te knippen in hokjes en indicaties. Maar je zult dus die integrale zorg moeten leveren. Wordt er samengewerkt tussen gemeenten en verzekeraars? Gaan we die nieuwe wijkverpleegkundige zorg zodanig regelen dat dat niet uurtje factuurtje is, maar dat er populatiebekostigingssystemen kunnen komen waarin er beschikbaarheid is van wijkverpleegkundige zorg die de zichtbare schakel is tussen welzijn en zorg, die de zichtbare schakel is in de eerste lijn en die gewoon vanuit de praktijk weten wat er in een gezin of bij mensen moet gebeuren. En waarin professionals meer de ruimte krijgen om te doen wat hij of zij denkt wat gedaan moet worden. Dat is nog een hele eis, dat is een nieuw denken, dat is een nieuwe aanspraak in de Zorgverzekeringswet. Die dat verzekerd recht regelt, maar die ook met zich meebrengt dat er een andere, nieuwe manier van samenwerking moet worden gevonden op lokaal niveau tussen zorgverzekeraars en gemeenten. Dat is voor beide nieuw, daar wordt nog veel over gediscussieerd, daar zal ik nog veel mee te maken krijgen met die discussie, maar het moet wel gebeuren om te zorgen dat die integrale zorg tot stand komt. En de derde pijler, een nieuwe AWBZ, een nieuwe wet langdurige zorg, die een collectief verzekerd recht regelt, als het thuis niet langer gaat. Waarin de kwaliteit van instellingen een impuls krijgt. Waarin er meer ruimte komt voor kleinschalige vormen van zorgverlening. Waarin er een duidelijke verantwoordelijkheid is voor verzekeraars en zorgkantoren. Waarin er perspectief is dat ouderenzorg misschien iets anders is dan gehandicaptenzorg. Waarin, als je toegelaten wordt tot een zorginstelling, het niet meteen regelt van hoeveel uren zorg je krijgt, maar dat dat juist afgesproken moet worden in het zorgplan tussen zorgaanbieder en cliënt. Dat de zorgaanbieder niet alleen naar de cliënt kijkt, maar ook kijkt naar de vraag van hoe zit het dan met de mantelzorg wat je in de thuissituatie wel krijgt. Hoe kunnen we ook de zorg in de instelling zoveel mogelijk rekening houden met je persoonlijke omstandigheden. Hoe kun je informele zorg en formele zorg meer met elkaar verbinden. Hoe kun je ervoor zorgen dat er niet een hele harde grens is tussen de zorg thuis en de zorg in de instelling, maar dat dat flexibele grenzen worden die ook wat meer kunnen rekening houden met persoonlijke omstandigheden. Als wij die drie nieuwe pijlers voor de langdurige zorg tot stand hebben gebracht, dan zul je in zijn algemeenheid zien, dat heeft te maken met het punt wat ik net zei, mensen zo lang mogelijk in eigen omgeving blijven wonen,
dat als je meer in de omgeving blijft wonen, er ook meer van die omgeving verwacht wordt. Vrijheid en wensen en eigen omgeving, hulp op maat, dat staat of valt op dit moment hoe die omgeving dat kan opvangen. En 2,6 miljoen mantelzorgers die weten dat nu al veel beter dan ik. En heel veel vrijwilligers weten dat nu al veel beter dan ik. En daarom moet juist in het spoor van die hervorming van langdurige zorg, moet er letterlijk en figuurlijk meer oog zijn voor mantelzorg en vrijwilligerswerk. Niet omdat het verplicht is, maar omdat het gebeurt. Dat mensen langer in de omgeving blijven wonen, anders zal er een langere relatie zijn tussen die mens en zijn omgeving. En daarom heb ik een brief naar de Kamer gestuurd waarin ik met name aandacht vraag voor die positie van mantelzorg en vrijwilligerswerk in de toekomst. En ik heb die brief versterken, verlichten en verbinden genoemd. Ik vind dat die positie van de mantelzorg en het vrijwilligerswerk moet worden versterkt, omdat in de ontwikkeling van het gemeentelijk beleid meer rekening gehouden moet worden met wat mantelzorgers dagelijks zien en vinden en ervaringen hebben. Dat kan in officiële zin in de WMO-raden, maar dat kan ook gewoon aan de keukentafel, waarin we niet alleen maar moeten kijken naar wat de zorg en ondersteuning moet zijn voor de cliënt, maar misschien wel meer ook moeten hebben voor wat dat betekent dan voor degene die mantelzorg verleent. Invloed op het beleid van de gemeente, bij de keukentafel, niet alleen de patiënt, maar ook de mantelzorger, maar ook bij de instellingszorg, ik zei het net al, bij het maken van een zorgplan. De tweede pijler is daarin het verlichten. Iemand van Metso zei tegen mij, ja eigenlijk moet je zeggen, niet verplichten, maar verlichten. Omdat willen mantelzorgers dat kunnen volhouden, zullen we ook moeten kijken van of in een zorg- en ondersteuningssysteem er wel voldoende rekening wordt gehouden met het verlichten van de positie van mantelzorgers. Samen met Lodewijk Asje en Jet Bussemaker en Sander Dekker van Onderwijs hebben we kort geleden gesproken over arbeid en zorg. Om eens te kijken of onze samenleving nou is ingericht op die veranderingen die zich in de zorg ook gaan voltrekken. En de vraag stellen is natuurlijk een beetje beantwoorden. Het deed mij denken aan de discussie die we misschien ook hier wel weer 20 of 30 jaar geleden hebben gevoerd over de kinderopvang. Toen we zeiden van ja, als je een kinderen krijgt, dan is het toch je eigen verantwoordelijkheid. Daar hebben werkgevers en werknemers er eigenlijk weinig mee te maken. Maar ja, we gingen vragen of mensen langer wilden blijven werken. Of de arbeidsproductiviteit omhoog ging. En dus zijn we arrangementen gaan treffen voor kinderopvang. En misschien komen we nu in een samenleving terecht, waarin we als samenleving meer moeten rekening houden met het feit dat we ouder worden en dat we misschien wat meer voor elkaar moeten zorgen, dat we zo moeten nadenken welke arrangementen zijn dat nou eigenlijk. En er zijn afspraken gemaakt in cao's om dat meer mogelijk te maken. Die zijn overigens weinig bekend. Maar we moeten ook nadenken over van welke afspraken kun je maken over flexibele roosters. Over tijden of over onbetaald zorgverlof als dat tijdens even nodig is. Of dat je afspraken op de werkvloer kan maken om rekening te houden met de positie van mantelzorg. Daar zijn we dus mee aan de slag. En tenslotte ook hier verbinden. Ik zei het al, mantelzorg, vrijwilligerswerk, formele zorg en informele zorg moeten meer aan elkaar verbonden worden. Dat vraagt iets van de formele zorg, maar het vraagt ook iets voor het systeem. Als wij kijken naar de zorg voor dementerenden, waarvan 75% van de mensen met dementie gewoon thuis wonen, dan is het heel belangrijk om met huisartsen te praten, dat als iemand een cliënt bij de huisarts komt, dan ook eens even wordt gekeken hoe is die thuissituatie eruit. En dat er een verband is tussen huisartsen en wijkverpleegkundigen of case managers. En dat we gaan nadenken over integrale dementiezorg. En misschien zijn er wel meer aandoeningen waarin we meer over de systemen heen moeten kijken, om te kijken of die zorg goed georganiseerd kan worden. Versterken, verlichten en verbinden zal dus ook het adagium moeten zijn bij de ontwikkeling van mantelzorg en vrijwilligerswerk. Zijn die ontwikkelingen rondom de langdurige zorg, worden die nou veroorzaakt door het beleid? En ik zou bijna zeggen, ik hoop het niet. Want in de praktijk zien we eigenlijk al lang voorbeelden, hoe het wel kan, wat er eigenlijk al gebeurt, wat mensen zelf organiseren, hoe mensen dat gaan doen. Een voorbeeld uit de gemeente Peel en Maas die actief inzet op burgerparticipatie in de overgang van AWBZ naar WMO. Een van de succesverhalen daar gaat over Marijn, een kwetsbare, eenzame vrouw met een lichte verstandelijke handicap. En het lukte de gemeente op maandagen een klein baantje voor haar te vinden op een basisschool, daar helpt ze kleuters met activiteiten en ze ruimt tafel op. Eenvoudige klusjes, maar voor Marij heel belangrijk. Ze is er trots op dat de kinderen haar juf noemen. En sinds haar werk op school is Marij opgebloeid.
Ze weet wat het is om ergens op tijd te moeten komen en ze is minder eenzaam. En ze snoept al minder omdat ze is, zodat ze is afgevallen en zich gezonder voelt. En ze komt niet meer wekelijks bij de huisarts. Een maatschappelijk en financieel succes. Het is niet helemaal vanzelf gegaan. Marije heeft de hulp van een begeleider. Marije is niet alleen consument, maar ook producent. Door haar eigen kracht optimaal te benutten, vormt ze weer een andere plekje in de samenleving. Een inspirerend voorbeeld. Hoe eenzaamheid, een groot probleem in ons land, onder ouderen, maar ook onder jongeren, zijn tol eist. We gaan in Nederland het VN-gehandicaptenverdrag tekenen om het signaal af te geven dat we ook ernst maken met de inclusieve samenleving. We willen ook tegen de samenleving zeggen wat dat betekent om voorzieningen te treffen en zaken die normaal zijn, omdat iedereen moet kunnen meedoen. Een mooi voorbeeld hoe we op landelijk rijksniveau eigenlijk al bezig zijn met iets wat er al is. En een ander voorbeeld van succes gaat over de burgerparticipatie in de Brabantse Hoge Loon. De zorgcoöperatie Hoge Loon is sinds 2005 actief en spant zich in om oudere bewoners en bewoners met een beperking in het dorp te kunnen laten wonen, ook als zij zorg hebben. En de bewoners zelf en hun familie geven hun eigen wensen vorm, hebben een zorgcoöperatie opgericht en verleent hulp en verpleegkundige zorg. Er zijn inmiddels speciale huizen gebouwd, soms met ondersteuningsbos, de Monica. En we hebben natuurlijk het Nationaal Programma Ouderenzorg, heel bekend bij Annie van Leeuwen. Het Nationaal Programma Ouderenzorg stimuleert de samenwerking die in veel gevallen al is, tussen verschillende disciplines en verschillende organisaties. Waarin zorg en ondersteuning in nieuwe vormen van zorg en ondersteuning voor kwetsbare ouderen zichtbaar worden, ontdekt worden, in het zonnetje worden gezet, om te kijken van hoe je het ook zou kunnen aanpakken. En die doelstellingen van het NPO die sluiten natuurlijk nauw aan op het beleid wat we met elkaar proberen uit te zetten. En ik heb inmiddels voorstellen ontvangen om dat programma voor te zetten en ik zal daar binnenkort over beslissen. Maar het feit dat ik het hier zo vertel, kun je een beetje raden wat mijn beslissing wel zal zijn. Een illustratie van het feit wat in de samenleving, bij mensen zelf, in mantelzorgers en vrijwilligers, in de WMO-raden, al lang wordt nagedacht hoe we dit gaan doen. En dat we misschien heel veel aandacht hebben voor wat er misschien fout gaat en welke angsten er kunnen zijn, die ik ook heel goed begrijp. Je weet wat je hebt, je weet niet wat je krijgt. Maar waarin er wel een beetje vertrouwen kan zijn dat als we ons een beetje baseren op de kracht die er in deze samenleving al is, om te zorgen hoe die langdurige zorg en ondersteuning op een duur gaan regelen, kunnen we ook een beetje vertrouwen hebben in het feit dat die samenleving ook dit soort veranderingen aan moet, maar ook aan kan. Een tijdje terug heb ik samen met de minister een brief aan de Kamer geschreven die heette Verschillen naar mensen. En ook daarin wilden we aangeven dat op een aantal aspecten een aanpassing van onze verzorgingsstaat nodig is. Want dat speelt niet alleen bij zorg. Onze samenleving verandert omdat onze demografie verandert. We worden ouder en er komen meer mensen die ouder zijn. Ze zijn vaak vitaler en hebben ook vaak meer mogelijkheden. Soms zijn ze ook kwetsbaarder en hebben ze ook extra aandacht nodig. Meer ouderen en minder jongeren betekent ook dat we moeten nadenken over die arrangementen onder druk staan. Dat is de reden waarom we nu praten over sociale zekerheid en waarom we nu praten over pensioenen en waarom we nu praten over de langdurige zorg. En het aanpassen van al die arrangementen in die veranderende samenleving is zowel qua samenstelling nodig als qua inhoud nodig. We moeten kijken naar het financiële arrangement, maar we moeten ook kijken naar de inhoud. En ik denk dat we nu allemaal bezig zijn om na te denken binnen het systeem om die systemen als het ware aan te passen. Maar omdat het om mensen gaat, zullen we steeds meer ontdekken dat er ook daarin meer samenhang moet komen. Mensen zijn geen zorgstartenpakketten. Pensioen is geen Zwitserleven, maar gewoon inkomen van straks waarvan je moet wonen, waarvan je je zorg moet betalen. En care en cure, ik zei het al, zullen steeds meer in samenhang moeten worden gezien. Dat is niet gemakkelijk, het is wel noodzakelijk, omdat het om mensen gaat, mensen en zijn of haar samenwerking. Dank u wel.